voorbereidingen rond Koninginnedag 2012 zijn in volle gang. De landelijke pers kreeg te zien welke route de familie op 30 april door Rhenen en Veenendaal gaat afleggen. De Veenendaalse krant geeft u alvast een inkijkje in de route die er gelopen gaat worden in Veenendaal. En dat zal men ook zien. We proberen zoveel mogelijk bomen, straatmeubilair ingebreid te krijgen. En dat geeft een heel aardig gezicht. Het is nu al zo dat elke zaterdag zitten zo 30 mensen, steeds verschillend, allemaal te breien. Ik heb dat laatst ook gedaan en als je een beetje je best doet, kun je bijna je stropdas in de wol zetten. Dat is dus de rode woldraad door ons programma. Dus zodra de koninklijke familie op het gemeentehuis zit, een bepaalde tijdstip waarop de horeca de terrassen uit kan zetten, moet ook snel gebeuren, want ja, men moet ook een beetje omzet draaien, maar zo gaat het natuurlijk. Maar het aardige is, ze hebben door het hele dorp op een aantal plaatsen live music erin en ook om de mensen nog even wat vast te houden. Ook 's avonds hebben we natuurlijk het programma, dat is altijd al zo. En dat geeft, zeker met mooi weer, geeft dat een hele leuke sfeer. Wat anders is, als je ook naar Veenendaal kijkt, Veenendaal is natuurlijk een industriestad geweest. Hè? Waarbij men zei van een mooi bord kun je niet eten. Dus er verdween nog wel eens een mooi pandje. Maar dat Jugendstil verhaal staat er dan nog. En tegenwoordig vechten we erom, om al die dingen die mooi zijn, om die te behouden. En dat is ons goed gelukt met Brouwerspoort, met Amsterdamse architecten gebouwd. En zeker, dat is ook voor de media goed, de cultuurfabriek. De oude Hollandia Wolfabriek, die helemaal verbouwd of helemaal opnieuw ingericht is als ware de fabriek. Waar de bibliotheek in zit, en museum, al dat soort zaken. Dit is de 800 meter die de koninklijke familie gaat lopen door Veenendaal. De Veenendaalse krant wenst u alvast een fijne Koninginnedag.